Een hele goede smiddags, beste plantenliefhebber. Vandaag gaan we een Ilex Granata Luxus Hedgehaagje aanplanten. En een klein overzichtje maak ik even duidelijk hoe wij dat als vruchtenvervangers zouden willen aanpakken. We hebben de grond al mooi braak liggen, dus we gaan eerst even de tuinturf over de grond verdelen. We gebruiken hiervoor één zak van 40 liter per 4 strekkende meter, omdat het hier gewoon een mooie normale tuingrond is. Nadat we de tuinturf verspreid hebben, pakken we een mooie organische bemesting erbij. Onze Ilex Allround in dit geval. Hele goede meststof om toch net even een betere start voor de planten te garanderen. Dat verdelen we zo over de tuinturf en de grond heen. En één emmertje van 1 kilo is genoeg voor 40 strekkende meter, dus gebruik niet het hele emmertje gelijk. Vervolgens pakken we de schop. En mengen we de tuinturf goed met de tuinaarde, waardoor we een mooi luchtig geheel krijgen. Zo zie je dat de grond goed gemengd wordt en dat de bemesting ook onder bij de planten terechtkomt. Nou, vervolgens gaan we naar het plantenschopje toe. Waar hebben we die neergelegd? Die ligt al hier. Pakken we het plantenschopje. We pakken de Ilex Granata Luxus Hedgeplanten. We gaan op de knieën. En ons advies is om 7 tot 8 stuks op een strekkende meter neer gaan te zetten. En we gaan ze zo planten. En zo hebben we in een korte tijd hebben we weer een mooi groenblijvend haagje in de tuin staan. Van de Ilex Granata, een luxus hedge in dit geval. Schitterend toch?